Vrienden, wat mij gebeurt van de week. Ja, ik sta dus voor de koelkast. Ja, en ik denk, nou, wat gaan we eten vanavond? Ja, en ik had echt geen idee. Dus ik hup, die trek de deur open, ik sta te kijken. En ik zie een beetje gehakt nog. Er staat nog een beetje gehakt. En ik zie wat restjes van groentes. Ik denk, nou weet je, ik ga gewoon beginnen. En dan zie ik wel waar ik eindig. Nou, en dat heb ik gewoon allemaal een beetje bij elkaar gehusteld en gedaan. En dat noem ik vanaf nu gewoon Harry's Hapje. Heel eenvoudig. En ik ga je nu al zeggen, dat is me een potje lekker. Dus ik denk, ik ga dat nu aan jullie doorgeven. Want het is gewoon een beetje, gewoon doe maar wat, weet je wel. Kijk even mee. Hier, kapucijners, of bruine bonen, hoppatee. Nog wat champignontjes, die had ik ook. En dan heb je hier wat paprika en ui. Ik had nog wat mais, nog een stukje prei, heb ik gewoon zo fijn gesneden, ja. Knoflook, wat denk je daarvan? Beetje knoflook, kan er altijd in natuurlijk, hè. En hier heb ik het gehakt. En dat gehakt, dat ga je dan gewoon even rul maken in de pan. Ja, daar begin je dan mee. Beetje peperzout, je weet het wel. En dat is de basis. Lepeltje sambal erbij. Ja, hoppakee. Kijk, even voor lekkere, ja, voor die lekkere bite, weet je wel. Lekker een beetje pikant. Gehakt even natuurlijk in een aparte pan. Hier, hup. En dan gaan we door. Met de prei. Hop, die gaan we lekker bakken. Ja, met de paprika en de ui. Woep, vrienden, dit is zo lekker makkelijk. Dan gaan we dit even lekker bakken. Kijk, en dat doe je dan een minuutje of vier. Ja, peper en zout erbij natuurlijk. En dan gooi je dat lekker bij elkaar. Zo, dan gaan we verder met de champignons. Huppatee. Ja, tot ze gaar zijn, hè, die champignons. Ja, een paar minuutjes. En die gaan er ook weer bij. Hup. En dan op het laatst, dan komt gewoon dit erbij. Dat moet alleen maar een beetje warm te worden. Hup. En dan die kapucijners of die bruine bonen. Die hoeven ook alleen maar warm te worden. Die gooi je erbij. Hoeft niet, hè. Het hoeft niet. Kan ook zonder, hè, dit. Het is gewoon maar restjes, hè. Dat is het, Harry's Hapje. Maar oh, zo lekker. Want nu komt die jongens, die komt de afmaker. Hier, let goed op, hè. Dit is hem. Chili saus. Die gooi je er ook in. En niet te weinig ook. En dat is me dan lekker. En dan kan je natuurlijk altijd nog een beetje op smaak maken. Tuurlijk, ietsje meer peper, ietsje meer zout, nog ietsje meer sambal. Ah, allemaal die dingetjes. En dan maak je van zo'n restjes koelkast, maak je ineens gewoon een heerlijk Harry's Hapje. Nou, hier, dan komt hij erbij. Daar gaat hij. Dat allemaal even lekker door elkaar. En dan ben je er. Ik ga hem even proeven. Even proeven, hè. Ja. En er kan gewoon een beetje rijst bij, hè. Ja, hey, heerlijk gewoon. Ja, vrienden, dit is hem. Veel plezier met Harry's Hapje.